We zitten hier op de site van Touren Taxis in Brussel, meer specifiek in het gebouw Gare Maritime. Gare Maritime is eigenlijk een complex waar er 10 gebouwen in een gebouw worden geplaatst. Schindler heeft in ieder gebouw een lift mogen plaatsen. Dus we hebben hier 10 liften moeten plaatsen met een redelijk complexe situatie, met name dat we een gebouw in een gebouw hadden. Met als gevolg dat de schachtkophoogte van de lift eigenlijk laag moest zijn. Met de Schindler 3300 en de optie TSD konden we hier beantwoorden aan die behoefte. Dus de Schindler 3300 met de TSD heeft ervoor gezorgd dat we de liften konden plaatsen, rekening houden met die lage schachtkophoogte van 2,90 meter. Ook heel specifiek voor Gare Maritime is dat die 10 nieuwe gebouwen allemaal werden uitgevoerd in CLT, dus in houtskeletbouw. Met gevolg dat de schachten die wij toegeleverd kregen, allemaal uit hout waren. Wat natuurlijk een heel andere montagetechniek teweeg brengt om alle geleiders en alle techniek eigenlijk vast te maken in de schacht. Bijkomstig is ook dat liften in schachten moeten geplaatst worden die EI60 zijn voor laagbouw. Dus moest de klant ons eigenlijk schachten aanleveren in houtskeletbouw die toch voldoen aan de normen om liften te mogen plaatsen. Doordat de klant ons CLT-schachten gaf in houtskeletbouw, werden we verplicht om andere montagemethodes toe te passen. Dit was voor Schindler België de eerste keer dat wij liften plaatsten in houtskeletbouw en we mochten eigenlijk direct 10 gebouwen daarmee uitrusten. Ik kan u nu zeggen dat het heel goed verlopen is, de liften werken perfect en de klant is zeer tevreden van onze producten.